Dit boek is eigenlijk een boek wat ik zelf had willen lezen toen ik aan zelfstandig ondernemerschap begon. Oh ja. Hoe bedenk ik een uurtarief? Hoe maak ik een offerte? Hoe ga ik om met een klant die te laat of niet betaalt? En het duurde gemiddeld 2 jaar voordat zij volledig konden rondkomen van hun ondernemersbestaan. Ja. Dat is ook waarom er het groot gedeelte van de ondernemers na 5 jaar, binnen 5 jaar de stekker eruit trekt. Ja. Het is gewoon een vaardigheid die je niet leert op school. Je wilt als ZZP'er aan de slag, maar je vraagt je af wat er allemaal bij komt kijken. Mijn gast schreef er het boek Wat een baas over. Bomvol tips. Dus wil jij een echte baas worden? Blijf dan kijken. Welkom bij ZVD-TV. Welkom bij een nieuwe video in de ZVD-serie Book Stories in samenwerking met uitgeverij Business Contact, waarin ik in gesprek ga met auteurs van ondernemersboeken. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Fijn dat je er weer bij bent. Bij mij te gast, Marten Walter. Marten, van harte welkom. Dankjewel. Wat doe jij zelf als zelfstandig ondernemer? Ik ben een multi-passionate ondernemer. Een wat? Een multi-passionate ondernemer. Oh. Wat zoveel betekent als dat ik onder 1 KVK-nummer eigenlijk heel veel verschillende dingen doe. Ik doe schrijven, spreken, sparren en als er geen COVID-tijd is, geef ik ook nog salsa-les. Vijf onderwerpen probeer ik met jou in een minuut of 20 te racen. Maar even nog even over jouw eigen ondernemerschap. Je noemt een aantal dingen. Even zakelijk, waar haal je de meeste omzet uit? Schrijven. Maar nog niet voor mezelf. Met een boek, als je met een uitgever werkt, krijg je royalties. Dus die krijg je 1 keer per jaar uitbetaald. Dus ik krijg volgend jaar mei voor het eerst te zien hoeveel ik nu verdien aan dit boek. Ja. Maar ik verkoop schrijven ook voor andere mensen. Ik heb in 2020 kwam mijn eerste boek uit. Dat heb ik geschreven met iemand anders. En dat deed ik gewoon uurtje factuurtje. Maar schrijf je echt alleen boeken of schrijf je ook, weet ik veel, copy voor web of social? Of, Web niet, maar ik schrijf opleidingen vooral. Ik ben van origine HRM'er, dus ik studeerde Human Resource Management. En ik schrijf opleidingen, dus dat zijn syllabussen. Syllabi is het officiële woord. En dat soort, dat soort dingen. Ja, echt een vak apart, maar heel leuk. Want ik krijg dan dingen aangeleverd in heel moeilijk jargon. Dus bijvoorbeeld neurolinguistisch programmeren. Ja. Met de vraag van, oké, dan willen we hier een opleiding aan maken. Doe dit eens in Jip en Janneke taal. Dus dat is ontzettend leuk en leerzaam. Dat vind ik ook heel belangrijk als ik een opdracht aanneem. Dat ik er ofwel persoonlijk of professioneel echt iets van kan leren. Waarom dit boek? Dit boek is eigenlijk een boek wat ik zelf had willen lezen toen ik aan zelfstandig ondernemerschap begon. Oh ja. Ik begon er namelijk aan omdat ik voor een partij ging schrijven en daar een KVK-nummer voor nodig moest hebben. Ik dacht dat toen heel spannend te vinden van een KVK-nummer. En dat is vast heel moeilijk om dat te krijgen. Nou, dat is het niet. Het is heel makkelijk. Je betaalt €50 en je hebt je KVK-nummer. Maar daarna volgt er eigenlijk nog van alles wat niemand je vertelt. Ik heb echt gegoogeld in die tijd. Hoe bedenk ik een uurtarief? Hoe maak ik een offerte? Hoe ga ik om met een klant die te laat of niet betaalt? Dus ik vond dat het tijd was om een bijsluiter voor zelfstandig ondernemerschap te maken. Die zit er ook in. Net als dat je bij een paracetamol een bijsluiter hebt. Met de bijwerkingen ook. Met de bijwerkingen. Ja, ja. Van als je je inschrijft als zelfstandig ondernemer. Ja. Een van de dingen die je behandelt in je boek is weet wat je waard bent. Je noemde het net al even tarief. Lastig, hè, denk ik. Ja, dat is echt lastig. En zeker in deze tijd, waarin er op social media ontzettend veel mensen zijn die zich als ondernemer presenteren. Dat doe ik zelf overigens ook. En een groot gedeelte van die ondernemers die vertelt verhalen over money mindset en 10k verdienen. Jij kan het ook. Alsof dat is hoe dat je begint als je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel. Mm. Maar ja, de meeste ondernemers die beginnen daar niet mee. Ik heb voor dit boek eigenlijk een onderzoek gedaan. Hè? 50 mensen geïnterviewd. Mm-hmm. En het duurde gemiddeld 2 jaar voordat zij volledig konden rondkomen van hun ondernemersbestaan. Ja, dat is de realiteit. Dat is de realiteit, ja. Dan word je er niet bij verteld, nu in dit boek. Dus dat is al 1 tip. Zorg dat je financiële buffer hebt als je start. Als je het kiest om ZZP'er, of hoe noem jij het eigenlijk? Zelfstandig ondernemer, ZZP'er? Zelfstandig ondernemer, ja. En dit boek is wel vooral geschreven voor mensen die werken onder de rechtsvorm van een eenmanszaak. Ja, precies. Dus die het eigenlijk allemaal zelf Dus zorg dat je de eerste 2 jaar kan overbruggen. En verwacht niet dat je meteen dikke lading met geld binnenharkt. Ja, het is uitzonderingen daar gelaten. Maar het is wel slim om daarover na te denken. Maar dat is wel eng. Want wat zijn voor jou, wat jou betreft, overwegingen om het al dan niet te doen? Om niet te gaan ondernemen, bedoel je? Ja, of wel. Maar wat zijn de afwegingen? Als je namelijk, kijk, het is natuurlijk makkelijker als ik weet dat ik vanaf morgen factuurtjes kan sturen en ik start morgen en ik ben meteen klaar. Die zitten er ook tussen. Ja. Maar als je inderdaad die 2 jaar nodig hebt, dan kan het ook zijn dat je mis
dat er een mismatch is en dat je misschien helemaal niet moet doen. Ja, dat is ook waarom er het groot gedeelte van de ondernemers na 5 jaar, binnen 5 jaar de stekker eruit trekt. Ja. Omdat ze ofwel financieel in problemen kwamen of gewoon de zachte kant zeg maar niet goed aankonden. En volgens mij, om jouw vraag te beantwoorden, zijn er twee type ondernemers. Ja. De één die gaat naar een business coach en die maakt een businessplan en die denkt er heel goed over na voordat hij zich inschrijft. Dus die heeft al een idee met oké, dit ga ik verdienen, deze omzet wil ik maken. En er zijn de ondernemers die denken, oh leuk, ondernemen. Ik schrijf me in en het YOLO ja, komt wel goed. Gaan met die banaan. Ja. Dus ik adviseer ook in mijn boek dat je wel nadenkt over... ik gebruik Business Model Canvas zelf, maar over hoe dat je je geld gaat verdienen. En Business Model Canvas, voor de mensen die geïnteresseerd zijn, moeten ze me even googlen. Maar dan eigenlijk is een hele compacte manier om niet een heel rapport te schrijven, maar om heel redelijk visueel je plan te maken. Ja, op 1 A4 inderdaad. Ja. Ja. Alhoewel, er zijn ook mensen die... ik heb er een geïnterviewd, die een businessplan ooit... waar het begon op een bierveeltje, dat bestaat... maar dat waren vaak wel de mensen die al een netwerk hadden of al een verleden met ondernemen. Dan is het wel iets makkelijker. Ja. Het is gewoon een vaardigheid die je niet leert op school. Zeg maar. Hoe bepaal je uurtarief? Dat kan je op veel verschillende manieren doen. Dat is ook wel goed om erbij te vertellen. In mijn boek bekijk ik alles wat met ondernemen te maken heeft van heel veel verschillende invalshoeken. Dus ik heb 50 mensen geïnterviewd en ik heb natuurlijk ook mijn eigen invalshoek. En daarnaast literatuur die ik gebruikt heb. Maar je kan dat bijvoorbeeld doen door terug te rekenen. Dus door te kijken, oké, wat heb ik nodig om te leven? Ja, wat zijn de kosten, bla, bla, bla. Wat goed is om te weten is waar je... is dat je verschil maakt tussen waarde die je geeft, zeg maar, en tussen wat iets kost. Ja, want de waarde kan in het gunstige geval best veel hoger zijn dan wat het feitelijk kost. Ja, precies. Dus dat is iets waar ik bij mezelf altijd ook vanuit ga van oké, wat is het? Welke waarde ga ik leveren? In plaats van dat je alleen maar uurtje factuurtje rekent. Een ander thema, kies je klanten. Ja. Heb je dat genoemd? Hoe doe je dat? Want die komen toch meestal gewoon, zeg maar, ding-dong, hallo, hier klant. Ja, die neiging is er bij beginnende ondernemers. Dat je denkt, ik doe mijn deur open en iedereen die binnenloopt is welkom. Dat is een manier om je geld te verdienen. Uh-huh. Maar ja, een arbeidsrelatie is net als een relatie. Dat zijn twee dingen die je bij elkaar stopt en daar ontstaat iets. En als je het beste in elkaar naar boven haalt, dan is dat natuurlijk leuk. Maar soms is dat niet het geval. En dan kan het je ofwel geld kosten, of dat je dingen dubbel moet doen, of gewoon niet blij bent met het eindresultaat. Ja, je kan denken, tralala, we stappen ergens in. Maar en dat kan. Ik zeg ook niet dat dan niet goed gaat. Maar het kan ook slim zijn om van tevoren al te bedenken van waar zitten de kansen en de bedreigingen. Maar wat moet je nou doen als je eigenlijk gewoon een klant hebt waarvan je denkt, maar hij verdient echt helemaal top. Ja, als je er blij van wordt, dan moet je dat doen. Maar ik denk dat op lange termijn niet gezond is. Ik interviewde voor dit boek een dame die heeft een eigen datingbureau, Marie-José Boskuiper. En zij had een hele mooie definitie dat ze zei, de perfecte arbeidsrelatie is als je helemaal jezelf kan zijn en precies daarom gewaardeerd wordt. Mm-hmm. Vond ik een heel mooi inzicht. Ja. Ik ben met dat inzicht is naar mijn huidige klantenlijsten gaan kijken. Ik heb zelf natuurlijk ook veel geleerd van het schrijven van dit boek. En toen kon ik precies aanwijzen waar dat niet het geval was. En dat waren ook de opdrachten waarin ik, als ik naar de tijd keek die ik ergens instopte, altijd langer bezig was. Want het klikte gewoon niet. Of ik kon niet mezelf. Dus communicatie die werkte niet goed. Of de relatie was gewoon niet top. Ja, en dat is wel, ik ben daarvan overtuigd, dat heb ik niet onderzocht. Maar ik denk, als je het gaat onderzoeken, dat je dat kan zien. Dat de opdrachten waar je niet elkaars beste zelf, zeg maar, naar boven brengt, die duren langer, die leveren uiteindelijk minder op. Dus zelfs al doe je dat voor een toptarief, wat jij zei, dan denk ik dat de energie die je erin stopt je veel meer kost dan dat het oplevert. In een opdracht waar je het beste in elkaar naar boven brengt. Betekent dat je zelf reflectie moet toepassen. Je moet wel weten wie je zelf bent dan dus. Ja, en het is ook heel leuk. Ik bedoel, wij kennen elkaar nu een paar minuten omdat ik hier in de studio zit. Wij praten alle twee veel, vinden we leuk. Ja. Stel dat wij zouden samenwerken, dan is dat wel iets waar we op moeten letten. Ja. Is het rendabel wat we aan het doen zijn? Of zitten we hier tot het eind van de dag nog te kletsen? Ja. Weet je, veel succes om hier straks 20 minuten van te maken. Snel door naar punt 3. Yes. Zorg voor jezelf, vond ik wel mooi, tenminste als een van de hoofdstukken. Zorg voor jezelf, niemand anders gaat het doen. En wat je daar eigenlijk schrijft, is, hè, wat je bij bedrijven ziet, is goed werkgeverschap. Ja.
Maar er is geen mens die meer voor je zorgt als je het zelf gaat doen. Nee, ja. Dus wat zijn de risico's dan? De risico's, als je niet voor jezelf zorgt... Sowieso vind ik, elk mens moet voor zichzelf zorgen. Hè, dat is belangrijk. En in loondienst is het in de wet geregeld. Dat heet goed werkgeverschap. En er zitten een aantal beginselen in die wet waaruit dat moet blijken, zeg maar. Dat er een beetje voor je gezorgd wordt. Als je ziek wordt, dan mag je naar de bedrijfsarts. Of je krijgt vakantiedagen doorbetaald. Ja. Als je zwanger wordt, dan zijn er ook allerlei dingen geregeld. Dat is als zelfstandig ondernemer veel minder of niet. Zwangerschap is iets veranderd in de wet de laatste tijd, maar alsnog geen wetbod. Mm-hmm. Dus dat moet je zelf regelen. En de consequenties als je niet voor jezelf zorgt, die zijn groter. Want jij bent je bedrijf. Dus daarom is zelfzorg heel belangrijk. Omdat het, als je niet goed doet, kan het leiden tot faillissement of tot financiële problemen. Maar goed, voor jezelf zorgen kun je natuurlijk heel objectief zien. Hè, van de, ja. Sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af. Alhoewel, ja. Daar kunnen we ook alweer een uur over praten. Hè, want die is heel duur en daar heb ik nu nog geen geld voor. En ik ben net begonnen en ik ben nog heel jong. En mij overkomt toch niks en bla, bla, bla. Maar zitten er ook softere kanten aan zeg maar, goed voor jezelf zorgen? Of zit het met name in dat soort dingen? Een goede verzekering afsluiten en... Leuke vraag. Ik denk dat er verschillende onderdelen zitten in zelfzorg. Dus je hebt een stukje financiële zelfzorg, daar komen verzekeringen en dat soort dingen. Maar ook fysieke zelfzorg. Dus hoe zit het bijvoorbeeld met de stresslevels en de werkdruk die je voor jezelf oplegt? Als je werk heel leuk vindt, is het heel verleidelijk om lekker door te blijven gaan. Er zijn ook veel ondernemers die een burn-out hebben meegemaakt, bijvoorbeeld. Dat is ook een heel groot risico. Dus je hebt op jezelf te letten. Als je niet lekker slaapt... Mensen gaan dat zien. Die gaan er iets van vinden. Zeg maar, of iets van zeggen. En dat is als zelfstandig ondernemer minder. Dus je moet gewoon goed voor jezelf zorgen. En onder andere een stukje financieel, maar dus ook fysiek en mentaal. En, goed, let op. Je hebt altijd over gezonde en ongezonde stress. Ja. En daarmee zeg je eigenlijk dat er ook gezonde stress bestaat. Zeker, ja. Dat noemen ze eustress in de psychologie. Hoe noemen ze dat? Ja, eustress. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, hoor. Nee, maakt niet uit. Maar dat is... kijk, stress heeft eigenlijk een... negatieve reputatie. Ja. Wat stress puur is dat er in jouw lichaam hormonen vrijkomen... waarin jouw lichaam eigenlijk in een soort van get ready stand komt. Ja, zeg ja maar. Ik ken het. Het is mijn vak. Ja. Weet je, een podium op moeten. Ja. Alleen ik noem het geen stress, maar weet ik veel, gezonde spanning of whatever. Maar het is wel spanning. Ja, dus het is inderdaad. Het zijn spanning en sensaties in je lichaam. Ja. En hoe dat je die vertaalt, bepaalt eigenlijk of het positieve of negatieve stress is. Ik vond het ook best spannend om hier vandaag naartoe te komen. Het is voor het eerst dat er ook camera's op mijn gezicht staan. Ja. Dan kan ik denken, oh, ik ben zenuwachtig en knoop in mijn maag. Maar dan praat ik mezelf een hele negatieve kant op. Maar ik kan mezelf ook vertellen van, oh, dat is mijn lichaam maakt zich klaar. En het is, dat is juist nodig. Enthousiasme, zeg maar. Alleen als je dit elke week zou moeten doen... en je zou elke week met een knoop in je maag zitten... en eigenlijk hier naartoe rijden elke keer, elke week denken... ik wil omdraaien, dan wordt het ongezonde stress. Dan wordt het ongezonde stress. En wat het is dat je lichaam kan in principe gewoon prima... met spanning in het lichaam omgaan, zeg maar... omdat het daarna terugkeert naar de homeostase. Dus dat is de soort van standaard modus van je lichaam. Van oké, we zijn chill, alles is onder controle. Okay. Je metabolisme is goed geregeld. Als je langdurig onder stress staat, dan ontspan je niet meer. Dus dan ga je niet meer daar naartoe terug. En Thijs Launsbach omschrijft dat heel mooi in zijn boek Fucking Druk. Ik weet niet of ik mag vloeken op camera, maar bij deze... Mag je allemaal. Oh, tof. En burn-out is zeg maar het eindstation van langdurige ongezonde stress. Dus als dat heel lang aanhoudt en je lichaam gaat niet terug naar de ontspanning, dan kan dat een burn-out tot gevolg hebben. Ja, nou helder. Dus goed voor jezelf zorgen, zowel zakelijk als... Heb jij een AOV? Ja. Heel goed. Wees zichtbaar, de vierde. Ja, klinkt als een cliché, hè? Wees zichtbaar. Hoe doe je dat zelf? Sinds ik met mijn boek bezig ben ik meer op Instagram te vinden. Ik heb ook gevlogd over het proces van dit boek maken. Dus vanaf het idee tot aan, ik ga mensen interviewen, tot aan dat het er nu is. De geboortevideo van dat het gedrukt werd in de drukkerij. Ja. En dat is wel iets waar we volgens mij allemaal mee wakker zijn geschud vorig jaar. Toen er bij Meta, Facebook, een soort van blackout was. En er heel veel kanalen opeens offline waren. Toen realiseerden de meeste ondernemers zich... Oh, ik own deze ruimte niet. Ik huur hem bij Mark Zuckerberg. Ja. En dat is wel waarom er... Ik heb het nog niet helemaal goed gericht voor mezelf. Maar waarom er op mijn verlanglijst nog staat... dat ik eens een keer een nieuwsbrief of iets dergelijks moet starten. Zodat ik niet alleen maar afhankelijk ben van de kanalen die je ergens huurt, zeg maar. Ja, dus oké. Dus jij zegt, zorg dat je je bewust bent van de afhankelijkheid van met name de social media kanalen. Ja, dus daar gaat Wees Zichtbaar een stukje over. En ook over dat we in de tijd van social media
vaak de neiging hebben om prestaties te laten zien. Dus ook veel mensen ervaren LinkedIn zo van kijk eens wat ik gepresteerd heb. Mm-hmm. Terwijl je er ook gebruik van kan maken om sowieso jouw groei te laten zien. Persoonlijk en professioneel als ondernemer. Dat is handig, want als je uurtarief dan omhoog kan gooien, dan zien mensen, oh ja, ja, je hebt nu dit en dit en dit gedaan. Dan snappen we wel dat dat een beetje omhoog gaat. Maar ook om hulp te vragen of om je de dingen op je verlanglijstje te delen. Mm-hmm. Ik heb letterlijk, toen het boek af was en nu het verkocht moet worden, gewoon op social media gezet. Hallo, mijn verlanglijst is dat ik in podcasts en dergelijke te gast wil zijn. Wie kan me daarbij helpen? En binnen no time had ik 10 afspraken. Dus dat is ook zichtbaar zijn. Dat je laat zien, hier ben ik mee bezig. Durf te vragen. Wil ik opgevonden worden? Durf te vragen, ja. Welke kanalen zijn voor jou het belangrijkste? Ik haal zelf ontzettend veel uit LinkedIn. Ik heb nu, sinds mijn boek uit is, heb ik een website. Die had ik daarvoor 5 jaar lang niet. En al mijn opdrachten kwamen binnen via LinkedIn. Omdat ik daar ook wel werk met aanbevelingen. Dus mensen die met me samenwerken, waarvan ik weet dat het goed is bevallen, die laat ik dat ook getuigen op mijn, op mijn pagina. En nu ook wel Instagram. Ik heb nu voor het eerst dat ik reacties krijg van mensen die ik niet ken, die dan mijn boek aan het lezen zijn of dat daarover vloggen of zo. Dus dat is wel heel leuk om te zien. Roem is jouw deel. Het laatste, ik weet niet of het laatste hoofdstuk in het boek was, maar in ieder geval het laatste hoofdstuk wat ik hier wil behandelen is blijf in beweging. Wat bedoel je daarmee? Blijf in beweging is dat je als ondernemer is het belangrijk om de balans te vinden tussen het managen van het heden en het designen van de toekomst. Ook ik, merkte ik in COVID-tijd, had de neiging om vooral in het nu te werken, zeg maar. Dus toen COVID de zoveelste golf had en bleek van oké, je kan echt geen trainingen meer geven, toen kwam er het verzoek, kan je dat dan online gaan doen? Ja, en ik vertikte het. Ik had daar helemaal geen zin in. Dat ik dacht, nee, ik wil gewoon voor een groep staan en live. En dat is veel leuker. Geen webinars doen. Ja, daardoor ben ik echt klanten kwijtgeraakt. Met wie dat ik al jaren werkte. Omdat ik niet in beweging kwam. Ik was echt een soort ontkenning van, oké, this isn't happening. En ik wilde blijven doen wat ik deed. Terwijl de wereld om iets heel anders vroeg. En nu gaat de wereld langzaam weer open. En hopelijk blijft het zo. Maar nu ben ik pas een beetje gewend aan dat dingen ook online prima werken. Dus inspiringen op verandering, zeg je ook. Ja, en niet alleen maar bezig zijn met wat je vandaag de dag doet, maar je ook een voorstelling maken van hoe gaat dit er over zoveel jaar uitzien? Of waar werk ik naartoe? Ja. Laten we zeggen dat als zelfstandig ondernemer kan je dat ook een beetje zelf kiezen. Maar let's say dat je tot je 70ste, 75ste doorwerkt. Ik hoop het. Is nog best wel lang. Ja. Dat dacht ik toen voor ik dit boek schreef. Voor jou nog langer dan voor mij. Lang, ja. Dacht ik zo. Ja, dan kan ik nu wel denken, YOLO, boekje schrijver, leuk. Maar ik heb ook te bedenken van wat wil ik dan in de toekomst nog doen? Wat wil je in de toekomst allemaal nog gaan doen? Ik wil sowieso wel boeken blijven schrijven. Dat vind ik heel leuk. Ik heb nu het idee dat ik een beetje afwissel. Dus een boek voor een ander, een boek voor mezelf. Ik ben nu met iemand anders een boek aan het maken, omdat ik net deze voor mezelf heb gemaakt. Ik wil ook ooit nog een TED-talk geven. Lijkt me leuk. Over? Over, ja, dat weet ik nog niet. En mijn volgende boek gaat over iets heel anders. Ik heb ook een hele lijst van boeken die ik voor mezelf wil schrijven. Maar waarom wil je een TED-talk doen? Nou, dat lijkt me gewoon leuk om dingen te delen. Het volgende onderwerp waar ik waarschijnlijk over wil schrijven zijn interculturele relaties. Ik heb zelf een relatie met een Braziliaanse man. En dat heeft af en toe wat ondertiteling nodig. En ik merk in mijn omgeving van mensen die ook interculturele relaties hebben, dat daar een beetje dezelfde thema's spelen. Dat is een leuk thema. En daar is nog niet zoveel, ja. Nee, dat klopt. Ja, dus dat lijkt me leuk. Hoe dat je dat ondertitelt. Want je kan wel elkaars taal leren spreken. Ik spreek nu een klein beetje Portugees. Maar elkaars cultuur spreken, zo, dat is een heel ander verhaal. Oh, interessant. Ja, en we denken vaak dat het gaat om, oh, hij moet, mijn oma ook heel vaak, hij moet wel de taal leren. Nee, hij moet de cultuur leren spreken. Dat is een heel ander iets om mee bezig te zijn. Interessant thema. Leuk, ja. Ik zeg, go for it, girl. Dank je. Dankjewel dat jij mijn gast wilde zijn. Dankjewel. En namens Uitgeverij Business Contact, leuk dat je hebt gekeken naar deze video. En ik hoop dat heb jij gekeken vanuit het perspectief van, oh, ik wil zelfstandig gaan ondernemen. Dan hoop ik dat dit je een klein beetje geholpen heeft om de goede stappen te zetten. Want uiteindelijk is het wel super tof om te doen. En heb je geluisterd naar deze podcast? Dankjewel voor het luisteren. Hoi. We'll be right back.